Hoe heb jij hem in jouw fuik gekregen? Nou, ik was altijd wel gefascineerd door de Schipholroof. Omdat het zo'n grote zaak was en heel veel vragen waren. En in 2017, toen werden ze opnieuw opgepakt, toen ben ik naar die rechtszaken gegaan. En ik wilde eigenlijk maar één ding. Ik wilde Errol spreken en zijn verhaal laten doen. Dus bij iedere rechtszaak tikte ik hem op zijn rug of ik riep. Of later in de gang, toen hij in afwachting van het proces op vrije voeten was. En ik zei, Errol, wil je een keer met me praten? En het was altijd, donder op, man. Geen zin in. En uiteindelijk kreeg ik een telefoontje. En ik was in de cafetaria en hij was aan de telefoon. En zegt, wil je praten? Zullen we dan eindelijk gaan praten? En toen hebben we afgesproken op de begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. En dus daar kwam ik. En het was natuurlijk wel spannend, want het is niet de minste boef. En daar zat hij. Waarom was het spannend voor jou? Nou ja, omdat dat was ook in de tijd eigenlijk al dat... ik zit nu in de persoonsbeveiliging, maar toen was de dreiging al wel. En dan ben je toch wat voorzichtiger. Ik wist wel dat hij niet gewelddadig was. In de zin van, hij heeft natuurlijk wel bij zijn overval mensen bedreigd, maar het was niet iemand die overal maar schiet of gewelddadig is. Dus natuurlijk is dat spannend. En je moet elkaar aftasten. En daar hebben we een gesprek gevoerd. En hij wist alles van mij, privé. Hij had zijn huiswerk gedaan. Werk, alles. Hij zegt, ik heb geïnformeerd, ik weet dat je te vertrouwen bent. Hij had zijn navraag gedaan in het circuit. En daar zijn we langzaam begonnen te praten. En dat was vanaf meet af aan heel bijzonder. Overigens heeft hij later ooit gezegd, op Ibiza, ik heb je toen overwogen om in de Amstel te gooien, omdat ik wilde checken of je afluisterapparatuur had. En dat was even heel kort een arm op mijn schouder en zeggen van, kunnen we elkaar vertrouwen? Kunnen we elkaar echt vertrouwen? Dan ga ik je alles vertellen. Nou, en zo is dat gegaan. En daarna... Kijk, jouw belang snap ik. Want jij wil gewoon een goed verhaal schrijven. Ja. Maar wat is zijn belang? Waarom wilde hij met jou praten? Nou, toen bij de eerste gesprekken, toen zei hij één ding. De diamantroof is mijn laatste klus geweest. Hè. Hij heeft het over de klus. En dat heeft me alleen maar ellende bezorgd. Hij zei ook, diamanten, daar rust de vloek op, nooit aankomen. Hij zegt, ik ben al mijn dierbare mensen contacten verbroken met mijn kinderen. Dat deed hem echt heel veel pijn. Ik ben op zijn cel geweest, per toeval. Ik zag daar de foto's van zijn kinderen en heel netjes opgeruimd. Dat heeft al indruk op mij gemaakt. En hij zei, ik wil schoon schip maken. Ik wil voor de buitenwereld ook laten zien, het is klaar, het is afgelopen. En ik wil één keer openheid van zaken geven. En toen was het contact nog verbroken. En wat ik wel heel mooi vind, is dat ook goed is gekomen. Want het is een boef, maar het is ook een mens. En hij heeft door openheid van zaken, boetedoening, heeft hij dat contact met zijn kinderen die hem verschrikkelijk dierbaar zijn, wel weer rechtgetrokken. Jij schrijft het verhaal op. Het leest als een soort van kuifje bijna, terwijl het wel een criminele daad is natuurlijk. Hij krijgt met zijn handlanger een tip. Er gaan regelmatig wagens naar een vliegtuig. Ja. En dan begint zijn voorbereiding van maanden. Ja, iets waar hij helemaal niet weet waar het eindigt. Nee, het begon zo dat ze hoorden op... Ze hadden een contact op Schiphol. Ze hadden een plat contact, zoals dat heet. Dus zij gingen infiltreren op Schiphol. En dus dat betekent dat zij verkleed als KLM-medewerkers daar infiltreerden. En dat is al na een week, want er werken natuurlijk heel veel mensen, was het gewoon, hey, goedemorgen Theo, hey Johan. Een broodje eten, gezellig KLM-kleding aan. En zo infiltreerden ze. En ze zagen dat daar op een bepaalde pier, de B-pier, een vliegtuig landde iedere vrijdag. En dat allemaal... politie was en een warentransport, dus ze wisten van, hey, daar zit wat in. En ze kwamen erachter dat het vliegtuig naar Antwerpen ging. En hoe kwamen ze erachter? Hij ging als vliegtuigspotter verkleed met een tandjes, een pruik en een brilletje op. Ging die maandenlang als vliegtuigspotter kijken welk vluchtnummer, hè, waar gaan ze heen? Dan is het op gaan zoeken. Dus maandenlang voorbereid. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat hij dus naar Antwerpen ging. Daar zijn ze heen gegaan. Daar hebben ze met motoren, eerst zagen ze dus daar dat het vliegtuig landde. En echt gepantserde auto's, motoren, politiemensen. Wat is dit, weet je? Daar moet gewoon een fortuin in het ding zitten. En toen zijn ze met motoren achter het transport aangereden. Ze wilden eerst ook daar de boel overvallen. En toen kwamen ze erachter dat het transport naar de diamantbuurt in Antwerpen ging. Toen wisten ze, hey, verrek, daar zit een diamant in. En vanaf dat moment zijn ze zich helemaal gaan focussen om daar de overval te plegen. En op de dag van de overval gingen ze dus met het KLM-busje, naar het vliegtuig toe. Maar toen ging dat busje open waarin de diamanten zaten om het vliegtuig te bevoorraden. En ze strokken zich helemaal lam, want het ding zat helemaal vol. Daarvoor waren het altijd 6 of 8 zakken, maar toen was het prop vol.
Dus hebben ze razendsnel geïmproviseerd. En hebben ze gezegd, weet je wat, we stelen die hele waardebus. Dus ze hebben die waardebus overgenomen en zijn daarmee van het terrein afgereden. En die waardebus gaat automatisch de rem op. Er kwamen de vlammen in de remmen. Ja. Moesten doorbeuken, heeft dat ook gewoon gedaan. Ja, want ze reden het terrein af en er zit een automatisch remsysteem op. Dus in één keer gingen ze van 100 naar 60 en ze moesten nog 2 kilometer. En dus ontstond paniek en ze hoorden over de intercom. Hallo, meldkamer, hier, wat zijn jullie aan het doen? Dus sporthoos, alles uit het raam gedonderd en gewoon gas rijden. Dwars door de slagbomen heen en zo zijn ze naar de vluchtauto gegaan, of de overstapauto. En daar was een compagnon en die ziet in één keer een auto komen met allemaal rook en een hele andere auto dan gepland. En toen hebben ze een gat in de wand gemaakt, zeg maar de wand tussen de bestuurders, ja, en waar de zakken lagen. En hebben ze alles door het gat geduwd. En altijd is de vraag geweest, waarom lieten ze 1/3 van de buit achter? En er werd altijd gezegd, ja, de overvallers hebben een stomme fout gemaakt. Nee, A, er zat veel meer in dan gepland. En B, ze kregen het gewoon niet door dat gat heen. Maar er was nog een ander verhaal. Want het feit dat zij daar, want het was wel een gewapende overval. Hè? Ze hadden automatische wapens, ze hadden handgranaten. De vraag was ook, hoe zijn ze in hemelsnaam met wapens op dat terrein gekomen? Nou, dat is het mooiste verhaal. Zij wilden los van de wapens op het terrein komen. Want als ze met wapens zouden worden gepakt in de voorbereiding, krijg je natuurlijk meteen een fikse straf. Dus ze hadden een handlanger, hadden ze de wapens laten bezorgen. En de afspraak was, jullie komen, de wapens brengen in het toilet. Zij waren in lege vliegtuigen. Ze kwamen erachter dat af en toe vliegtuigstoelen werden aangeleverd voor de vliegtuigen, maar die lading werd niet gecontroleerd. Dus zijn ze 's nachts in de busje gegaan, zijn ze in lege dozen geklommen, hebben ze zich laten op het terrein laten rijden, zijn ze naar de wc gegaan en daar kwam dus de man met de wapens. En de code was, hij zou zingen De Vlieger van André Hazes. Dus ze zaten daar in het toilet en op een gegeven moment komt die vent binnen. En die begint en ik heb hier een brief voor je moeder. Nou, oké, wapens in, KLM-pakjes aan. En toen zijn ze het terrein opgegaan. En de eerste keer is het mislukt. Ze reden in het KLM-busje naar het vliegtuig. En op een gegeven moment komt daar in één keer een Marseille-busje aan. En die vent begint te schreeuwen. Hé, hey man, je hebt mijn bus mee. Dus hij wil net zijn bivakmuts voor die overval trekken. Hij heeft de wapens op zijn schoot. En hij moest improviseren dat ze en zijn gezicht niet zagen en hij moest wat uitleggen. Dus hij pakt zijn telefoon en dat begint in die telefoon. Je hebt me de verkeerde bus meegegeven, man. Theo, wat heb je nou gedaan? En op dat moment zeggen die gasten, oké, rij maar achter ons aan. Dus zij rijden achter die Marseille naar de uitgang. En toevallig stond net de slagboom open en bij de slagboom, boef. En toen dachten ze, oké, de klus is stuk. Het is einde verhaal. Maar toen gingen ze dus, hoe brutaal, 3 dagen daarna weer terug naar Schiphol. En wat was er? Niks veranderd. Ik heb veiligheidsprotocollen. Exact hetzelfde gewoon. Exact hetzelfde. Terwijl ze wel intern een melding hadden gemaakt van, jongens, hier is iets gebeurd. En hij dacht, weet je wat, we gaan het nog een keer proberen. Dus 2 weken later is dan de echte roof geweest. Nou heb jij dus contact gekregen met hem op Zorgvliet, op de begraafplaats. Je zei net in de tussenzin even, want hij was veroordeeld. Vervolgens komt er een hoger beroep. In die tussentijd is hij vrijgelaten. Ja. Nobody, waarom eigenlijk? Waarom is hij vrijgelaten? Ik heb het nog aan het Openbaar Ministerie laatst gevraagd. Hoe kan het dat als zij, in eerste instantie 2005 zijn ze vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijs. Vervolgens worden ze door een ingenieuze actie, kostte miljoenen, jarenlang undercover operatie, heel veel geld, uiteindelijk toch nog gepakt. En dan heb je ze en dan laat je ze in afwachting van het hoger beroep vrijgaan. Ik met heb paspoort? Het nooit begrepen. Nee, die is wel ingenomen. Oké. Okay. En hij is op een vals paspoort is hij naar Ibiza gegaan. Maar oké, ze mochten gaan. Nou, toen was het hoger beroep, veel zwaardere straf, dus hij moest weer terug de cel in. Dan kan het Openbaar Ministerie een geveil bevangenneming vorderen, dus meteen de bak in. Hebben ze niet gedaan. Ze zijn in cassatie gegaan, hoppakee, weer vrijgelaten. Ja, toen dachten ze de jongens de groeten, dus toen is hij weggegaan. Jij hebt contact. Wat was de eis of de straf? In de eerste aanleg 6,5 en toen in hoger beroep hebben ze, of 7, in hoger beroep hebben ze 9,5. Dus hij had 3 jaar gezeten en er moet dus nu nog 6 jaar uitzitten. En kan zoiets ook verjaren? Een diefstal kan zeker verjaren, maar dat was toen nog niet verjaard. Dus hij was veroordeeld in eerste aanlegging en hoger beroep en dan speelt het nog. Dus zo is hij naar Ibiza. Nou, wat natuurlijk ook nog speelt, kijk, jij hebt natuurlijk een smeug verhaal. Tegelijkertijd heb je wel te maken met iemand die wordt gestocht door justitie. Ja. Waarom heb je hem niet aangegeven? Of heb je die verantwoordelijkheid niet als journalist? Nee, ik ben een journalist, ik ben geen regisseur. Dus maar is dat wel iets wat in je hoofd speelt? Ik heb geen seconde gedacht om hem aan te geven.
Kijk, het zou anders zijn bij, bij iemand misschien die 10, 20 moorden had gepleegd. En ik zou weten waar die zit, dan zou het misschien anders zijn. Maar ik ben een journalist, ik ben onafhankelijk. Het zou mij ook mijn contacten kosten in het circuit, maar ook elders. Je moet altijd objectief blijven. Het is aan justitie om hem op te pakken, niet aan mij. Dus ik was er wel altijd bang voor, van stel je voor dat hij door de contacten, dat hij door die contacten wordt gepakt. Dat zei ik ook tegen hem. Van als we gesprekken voerden over de telefoon, ik zeg, wees voorzichtig, jongen. En dan zei hij, oh, jongen, ze weten al lang waar ik zit. Dus heel vaak begonnen die gesprekken ook over de telefoon. Maar zei hij, goedemorgen, mensen van politie, justitie, zijn lekker aan het meeluisteren. En hij zei ook, mijn dag komt een keer. Maar ik nog niet. Ik wil eerst dingen recht trekken. En hij was bezig met een documentaire. Hè. Er komt een documentaire en een film van het bedrijf Scenery. Dus hij heeft daar ook gewerkt aan die documentaire. Hij zegt, ja, dit is mijn laatste klus, dat wil ik afmaken. Nou is hij niet gevaarlijk voor jou geweest op een enkele manier. Maar je kon niet met hem in contact komen met de politiemensen die jij altijd bij je hebt. Nee, dat is een van de dilemma's geweest. Ja. Kijk, op het moment dat ik naar Ibiza ging, kon ik natuurlijk geen beveiliging meer nemen. Want ja, dan dat wil hij niet. Dan loop je het risico dat zij dus zien waar die zit. Dus ik heb daar goed over na moeten denken. Kan ik hem vertrouwen? In principe had ik daarheen kunnen gaan en had hij mij uit kunnen leveren of geld kunnen vangen wat er op mijn hoofd stond of weet ik het wat. Dus dat zat natuurlijk een risico aan. Neem ik het risico dat ik alleen frank en vrij daarheen ga en dat er wat gebeurt? En wordt mijn beveiliging boos dat ik dat doe? Maar ja, daar was ik vrij snel uit. Dit is de kans van mijn leven. 1. En 2, ik vertrouw hem. Ja. We hebben elkaar in de ogen aangekeken en ik vertrouw hem. En dus heb ik het gedaan. En ik heb er ook geen spijt van. Is er iets bekend van waar die diamanten nog zijn? 72 miljoen aan waarde. Niet alles meegenomen, heb ik begrepen. Maar heeft hij nog, of heb je iets gezien? Of... Hij heeft er zelf geen actieve herinneringen meer aan, zeg maar. Maar hij heeft altijd van meet af aan gezegd, ik ga niks vertellen over de buit. Daar moet je me niks over vragen. Dat heb ik natuurlijk wel gedaan. In de stafdossier zie je ook wel dat ze uiteindelijk dat er verdelingen zijn geweest, dat twee handlangers heel veel geld hebben gekregen. Maar uiteindelijk is er niks teruggevonden van de buit, een paar steentjes. Ik weet het niet of er nog wat is en ik wil het ook niet weten. Want het is voor mij gevaarzettend. Als mensen weten dat ik wat weet, dan is dat... En ik wil het ook niet weten. Er komt in maart een zitting, dat gaat over, hij moet 1,7 miljoen euro terugbetalen, staat, en de medeverdachte ook. En dan zal dat aan de orde komen. En hij zegt ook, ja, uiteindelijk wil ik graag alles terugbetalen. We gaan het zien.